Hallo iedereen en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over de Aira TDC 444 MK2 scanner. Ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Mocht dat zo zijn, laat me even een blauw duimpje achter. En ja, tot naar de intro. Dit is hem dan, de Aira TDC 444 MK2 scanner. Zoals je ziet is het een 4-in-1 scanner met 4 RGB-leds met een vermogen van 10 watt. Ik zal meteen even beginnen bij het nadeel van deze scanner. Het is een vrij goedkope scanner, maar het heeft dus ook zijn nadelen, want de lichtopbrengst van deze scanner is natuurlijk vrij matig, met zijn 10 watt per ledje. Een normale scanner zit je toch richting de 20 à 40 watt. Want nu, als de koppelpakket aanstaat, zie je de scanner al minder goed eigenlijk. Het effect valt eigenlijk al een heel stuk minder op. Buiten dat deze scanner nog een lage lichtopbrengst heeft, zou ik hem echt niet afraden. Want voor 170 euro krijg je niet veel beters eigenlijk. Want het is natuurlijk een 4-in-1 scanner en je hebt toch wel 4 scanners eigenlijk voor 170 euro. En dat is toch wel een hele mooie prijs. Maar bijvoorbeeld voor huiskamerfeestjes, oftewel drive-in shows of andere kleine feestjes, kan je deze lamp prima gebruiken. Hij zal er namelijk ook echt wel iets leuks toevoegen. Dit is de achterkant van het apparaat van het Aira TDC 44 MK2. Rechts zie je de AC in en uit. En hier links zie je natuurlijk de welbekende DMX in- en uitgangen, een microfoon van de geluidsgestuurde programma's en natuurlijk een LED-schermpje om je programma's te selecteren. Voor de duidelijkheid, ik gebruik mijn scanner in master slave mode. Dat houdt in dat ik ze via een DMX-kabel gelinkt heb en ze gewoon op de muziek meegaan eigenlijk. Ik wil jullie nu nog heel even laten zien hoe het is met muziek erbij en wat rook erbij. Alvast bedankt voor het kijken, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mocht het zo zijn, laat even een blauw duimpje achter. Abonneren zou ik ook heel leuk vinden. En ja, tot de volgende video.